Het is toevallig het geluid van een paard. En een van de jongens die we vandaag even goed gaan behandelen, die wordt wel heel vaak uitgescholden voor een paard. Maar ja, dan kun je zeggen dat is een beetje lullig en bla bla bla. Salam alaikum trouwens allemaal, goeiedag. Dat is allemaal lullig. Nee, weet je wat ik raar vind? Dit is wel iets zieks, hè. Dus dan heb je een mens die is geboren, geschapen door God. En die kiest er dan voor om te zeggen, moa, weet je, God heeft zijn best gedaan, maar ik vind dat ik het beter kan. Dus knal ik even paardentanden in mijn smoel, want dat vind ik mooier. Van die zulke overdreven witte tanden, dat als iemand lacht, word je er niet alleen onzeker, maar vooral ongemakkelijk van. Vooral wanneer je nog je gezicht in die fucking bek ziet verschijnen. Dat is echt te ziek voor woorden. Het is allemaal heel leuk en aardig dat hij dan ook zeg maar uitleg geeft over bidden en roddel. Dus ze proberen dan ook een goede ding te laten zien. Maar een van de dingen om te kunnen bidden als moslim zijnde is dat het water zeg maar op jouw tanden moet komen. Maar dat kan helemaal niet als er een fucking omhulsel om je tanden heen zit. En net als nagellak, heel veel nagellak, dat moet er vanaf. Wil je je zeg maar wassen. En zo kan ik meer voorbeelden geven van dingen waar je gebed niet mee geldig is. Maar prima, weet je wel, prima. Ik zal wel weer de boosdoener zijn. Deze, ik ga hem niet een paardenbek noemen, want dan gaan mensen denken aan een andere blacklist die ik ooit had gemaakt over een vrouw die dan nu wel helemaal gestopt is met vloggen. Ik zeg niet dat het door mij komt, maar maakt niet uit. Maar deze persoon die koos ervoor om zijn balletjes aan mij te laten zien. Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Als het gaat om Younes Awali, dan hou je je smoel dicht. En als je je bek opentrekt, zorg er dan voor dat het argumenten zijn. En als het hele goede argumenten zijn, die heel erg tegen mij zijn, zal ik je alsnog respecteren. Maar wie de piep? Want anders krijg je geen geld van YouTube als je te vaak het woordje, je weet wel, gebruik F. Maar wie ben jij? Ik vergeef jou. Maar als ik je tegenkom, dan wat? Dan laat je mij alle hoeken zien. Met wat dan? Want ik zit zo hard op na te denken. Ik wil je naam geen eens noemen. Dat hoeft ook niet. Want 99% weet al over wie het gaat. Maar hoe in godsnaam wil je mij alle hoeken laten zien? Is het met je vuisten? Want dat kan ik me niet voorstellen. Het enige waar ik mij zeg maar over kan fantaseren. Dat je me echt alle hoeken zou kunnen laten zien. Is dat je die microfoon begint te pakken. En opeens een van je 10.000 liedjes begint te zingen. Want het is te ziek voor woorden. Hoeveel fucking, oh, piep bedoel ik, albums van deze gozer uitbrengt. Die gast die gaat dus naar een wc. Die gaat schijten of geen eens schijten. Want dan zouden we nog kunnen denken, oké, dat duurt eventjes. Dus het is logisch dat hij in die tussentijd een heel album heeft gecreëerd. Nee, zelfs tijdens het plassen. Dan komt hij naar buiten, hey, jongens. Ik heb weer een bepaalde feeling gehad en ik heb alweer een nieuwe album. Album na album na album na album. Hou op. Als iets niet lukt, lukt het niet. En dan noem je mij een cloud chaser of hoe je het ook mag noemen. Mijn interviews die ik maak of dit soort filmpjes die ik maak worden nog vaker bekeken dan die fucking muziekclipjes van je die jij constant zelf grijs aan het spelen bent. En dan heb ik het nog ineens over je fucking, oh, weer het fucking, sorry YouTube. Dan heb ik het nog ineens over je 400.000 volgers. Welke persoon op aarde? En dan heb ik het ook over alle mongooltjes en mensen die een bepaalde IQ hebben dat niet verder komt dan mijn schoenmaat. 43 trouwens. Die geloven dat jij echt 400.000 volgers hebt. Koekoek. 400.000 volgers. En wanneer je live gaat, zijn het er 180 die naar je kijken. Je reacties staan toevallig bij alle foto's. Bijna alle foto's staan uitgeschakeld. Waarom? Waarom mensen? Heel logisch. Fake accounts kunnen niet reageren. Dus het zou raar zijn dat hij 20.000 likes krijgt op een foto. Maar 5 reacties van zijn 5 vaste kechies die hem altijd volgen. En deze kechies zijn ook zo grappig mensen. Dat is niet normaal. De humor, maar vooral de hypocrisie die zij hebben, die is echt ongelofelijk. Ze haten mij. Voor wat haten jullie mij? Omdat ik de waarheid vertel? Omdat ik de mensen aanpak die ons geloof aanvallen? Hè, Phoenix is vandaag op haar knieën gegaan, stopt met haar belachelijke radioprogramma. En niet omdat ze bedreigd zijn, want er waren duizenden lieve positieve reacties die ze hebben geblokkeerd en gecensureerd.
Maar deze drie bedreigende reacties hebben ze gelijk naar het nieuws gestuurd. Groot, voorpagina. Die hebben ze aandacht gegeven. En nu moeten we stoppen, want we worden bedreigd. Bullshit. Alle moslims, van links tot rechts, bijna allemaal, waren het er niet mee eens dat ons Ramadan vervuild wordt door zo'n vieze subsidieradioprogramma. Maar ik word gehaat, let op, omdat ik zo'n vieze zender aanpak. En mensen worden geliefd, zoals deze paardending, of hoe je het ook mag noemen, omdat hij hun kontje lekt, diep erin gaat. Maar even terug kan bij die kechies. Ze haten mij. En dan gebruiken ze als argument, ja, puntje, puntje, want ik wil je naam geen eens opnoemen, zo laag vind ik je, is een hele lieve jongen, aardige jongen. Hij heeft tenminste niet vastgezeten voor het hebben van seks met een 15-jarige. Nou, daar kan ik heel kort in zijn, mensen. Dat zal ik wel voor de 100ste keer doen. Inderdaad, ik ben fout geweest. Ik had het strenger die legitimatie moeten controleren. Ik had sowieso geen seks moeten hebben voor het huwelijk als moslim zijnde. Ik heb een foutje gemaakt dat ik erin ben getrapt in die persoon die ik maar 2 keer in mijn leven heb gezien en waar ik seks mee heb gehad. Hartstikke fout van me, dat wijf bleek 15 te zijn. Mijn fout, oké? Maar daarom haten die kechies mij heel erg. Want zo'n fout maak je niet, denken die kechies. En terwijl ik zeg maar naar dat soort wijven kijk, denk ik bij mezelf, hè? Hoe dan? Toen je 13 was, had je al een hele fucking elftal gehad. 13, hè? Toen je 14 was, was je al bijna gepensioneerd als het gaat om je beentjes. Vloep, in de lucht. Maar dan haat je mij omdat ik veroordeeld ben. Maar je aanbidt bijna iemand die dronken was, is gaan rijden en heeft iemand doodgereden. Dat vind je prima. Wat is een lieve jongen. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk als de familieleden van dat dode meisje of van die persoon jouw reactie leest. Dat die toch lief is. En tuurlijk, je kan daar spijt van hebben. Ik bedoel, ik heb een keertje een vos doodgereden. Daar heb ik heel erg mee gezeten. Ik kwam al bijna een maand mijn huis niet uit. Laat staan als ik een persoon zou doodrijden. Het laatste wat ik zou doen, wat meneer dus wel heeft gedaan, is naar Spanje gaan om daar helemaal dronken te worden. Om mezelf nog te filmen en te zeggen, dikke scheid naar iedereen. En deze persoon zegt tegen mij, hè, die vertelt ook in haar live, ja, het is gewoon iemand die anderen zwart maakt, iemand die anderen neerhaalt. Zo is hij bekend geworden. Nee, poesie. Ik ga je vertellen waarom ik bekend ben geworden. Ik ben bekend geworden dankzij, het klinkt raar wat ik nu ga zeggen, Geen Stijl. Die mij een hele grote podium vroeger hebben gegeven, omdat ik zwaar anti-Israël ben geworden. En jij, beste makker, bent bekend geworden, ook door Geen Stijl. Alleen vanwege het feit dat je iemand hebt doodgereden toen je dronken was en vervolgens uitging in Spanje. Nou, stel jezelf de vraag, wie van deze twee zou jij willen zijn? En dan ga je mij een fucking danseresje, een rapstertje. Ik weet geen eens wat je bent. Begrijp je? Je bent een fucking kech. Ik zie dat zo. Sorry, met alle respect. Gaat mij bedreigen. Ik ben nog nooit zo beledigd geraakt als toen. En weet je wat ik ook fucked up vind? En dit is een SO naar alle Amsterdammers. Naar alle strijders in Amsterdam. Ik voel jullie. Dikke SO. Waarom? Omdat deze vieze flikken. Astaghfirullah. En sorry YouTube. Nou, dit wordt volgens mij geen inkomsten op mijn YouTube-filmpje. Maar deze gast die showt dan zijn Rolex. 5 Rolex, 6 Rolex. Er is een keer bij hem ingebroken, want iedereen in Amsterdam ziet hem als een sukkeltje. Dat meen ik echt serieus. Iedereen met een beetje gewoon aries, ballen, gewoon mannen. Daar heb ik niet over kechies, flikkertjes. Daar heb ik het gewoon over mannen. Zien hem als een sukkel. Dus dat even voor alle duidelijkheid. Maar die dacht, weet je wat, hij heeft een grote bek, hij showt heel erg veel. Laten we naar binnen gaan in zijn huis. We gaan die Rolex ophalen. Wat bleek nou? Iedereen in Amsterdam weet het. In Utrecht weten het ook heel veel mensen het. Eigenlijk weten heel veel mensen het, maar niet iedereen. Dus ik denk, ik deel het even met de rest van Nederland. De horloges waren fucking fake. Focatie. Er was één echte horloge, maar dat was een ijzeren horloge. Ik weet niet, merkloos of zo. Maar die was echt, maar dat kan ook. Ik bedoel, het was gewoon een, geen Rolex. Maar de rest was allemaal nep. Dus mensen breken in, doen moeite. Hebben afspraken afgezegd. Hadden ook andere dingen kunnen doen. Maar ze denken, weet je wat, we halen even bij... Oeh, ik had bijna je naam genoemd. We halen even die horloge bij me op. Blijken het fucking nep horloge te zijn. En wat dan ook zo ziek is. Dan ga je ook nog een liedje maken met... Ik woon in een penthouse van 1,2 miljoen. Wie haal je nou in de maling? Wie, alsjeblieft, wie? Penthouse is helemaal boven. En meestal ook de ene
hoogste verdieping. Dus niet halverwege in een appartementje van 100 vierkante meter. Nee. En dat dingetje waar je woont is ook geen 1,2 miljoen. Maar volgens het kadaster komt die uit op 380.000 euro. En we hebben ook volgens Inside bronnen, aangezien ik bijna iedereen ken met wie je omgaat, is het een fucking huurappartement. Weet je, en het allerergste, en ik vind het wel mooi om het af te sluiten, want ik heb je veel te veel aandacht gegeven. Ik was notabene de jongen die opkwam toen je vader, ja, ik ga het herhalen, want daarom zeg ik ook niet fokken met Younes, toen jouw eigen vader met de moeder van jouw kind, dus je ex-vrouw, ergens op straat liep te tongen. En weet ik veel wat ze nog met elkaar hebben gedaan. Je was er natuurlijk gebroken van, maar ja, je weet, je moet je handje ophalen voor papi. Maar in elk geval, ik was degene die zei, en dat was heel grappig, als zeg ik het zelf, gun het je vader, ik bedoel, beter je vader dan een onbekende, hè? Weet je, ik probeerde nog een beetje de pijn te verzachten en dan ga je mij bedreigen. Ongelooflijk. Maar ja, weet je, ik had deze gast ook een keertje gesproken en toen dacht ik ook bij mezelf, ja, hier kun je helemaal geen discussie voeren. Oeh, hier kan geen discussie voeren. Waarom? Een vriend van mij die belde hem op en die zei, hey, zou het je misschien leuk lijken om een interview bij Younes te doen? Voor alle duidelijkheid, ik heb hem zeker niet uitgenodigd. Ik wil wel altijd mensen die een bepaald verhaal kunnen vertellen. Maar prima, ik hoef niet geen grinnende paard tegenover mijn tafel. De hele dag, nee, hoeft niet. Maar er werd hem die vraag gesteld, zei hij, nee, en hij heeft een keertje dit en een keertje dat gedaan. Hij heeft die wijf aangepakt op de, ik weet niet meer wat hij allemaal lulde. Maar terwijl ik dus met hem ging praten, dat bij mezelf, hoe kan ik en hij op één lijn komen? Ik, als moslim zijnde, als Marokkaan, heb hele andere normen en waarden. Mijn vader, daar heb ik een band mee. Dat, het eerste dat hij vraagt, salam alaikum, alles goed, ja, heb je al gebeden? Dat is de band die ik heb met mijn vader. Hè? Ga bidden, wees een goede moslim. Mijn band met mijn vader is niet, kom, we gaan uit in clubs, kom, we gaan samen dronken worden. Begrijp je? Iemand die dat wel heeft, jij dus, kan niet begrijpen wat ik doe. Kan niet begrijpen waar ik me mee bezig hou. Of mijn moeder. Wie van jullie heeft ooit een foto gezien van mijn moeder? Zien jullie toch voor je dat ik mijn moeder met hoofddoek, mijn moeder, de allerhoogste der aarde hier, hè, dat ik met haar op de foto ga, zodat jullie allemaal naar haar kunnen kijken, zodat mensen haar kunnen uitschelden of wat dan ook, of dat ik haar deel met Jan en Alleman, dat gaat er bij mij niet in. Dat gaat er in bij moderne wannabe, ik ben een moslim, want ik ben ooit geboren als moslim, of in elk geval bij dat soort tuig, niet bij mij. Dat is trots en eer. En terwijl ik met hem in gesprek was, het beste wat ik kon zeggen, volgens mij zei ik dat ook, ja, ik snap je, je hebt gelijk, doe je ding, wees gelukkig, doe je ding, what is the dawa? Geef mij alleen geen hoofdpijn. Maar je vond het zo nodig om in die ene live uitzending je bek bij mij open te trekken. Ja, en dan heb ik je vorige keer inderdaad aangepakt met die gebedskleed. Er mag geen naam bij de voorkant van een gebedskleed en ook niet waar je staat. Beter helemaal geen naam, maar jij bent zo opgewonden. Want zodra jij, weet je, in ieder clip roep je ook 20.000 keer je naam, alsof je bang bent dat je ooit je naam gaat vergeten. Iedereen moet je naam kennen en zelfs op een gebedskleed moet jouw naam staan. Nou, heb ik je uitgelegd dat dat niet oké is en dan gaat hij helemaal flippen, mensen, op snap. Want, let op, meneer zegt, als jouw intentie niet zuiver is, dan neem ik dat advies niet van jou aan. Hoe de fuck moet jij weten of iemand zijn intentie zuiver is? Het slaat toch helemaal nergens op. Als ik tegenover mij een persoon heb die me helemaal uitscheldt en hij vertelt een bepaald verhaal waarvan ik weet dat het klopt, dan boeit mij zijn hele intentie niet. Ik neem de waarheid en ik leer ervan en ik gebruik het. Ik wil er beter van worden. Het is die shit dan in jou die jou helemaal herspoelt en gek maakt. Ook met mensen die zeggen, ja, je bent bezig in de Ramadan met bidden en alles, maar je doet ook muziek. Ja, het is mijn werk. Alsof dat een fucking excuus is. Hou je bek. Zeg gewoon, ja, het is haram en ja, ik hou van aandacht en ja, het is wat ik doe, weet je wel. Het is alsof een meid, hè, die zichzelf verkoopt en daarmee geld verdient, weet je, beentje uit elkaar, erp, dat ze zegt, ja, het is mijn werk. Dat mensen denken, oh, het is haar werk, dan zal het wel islamitisch correct zijn. Haal op. En nu heb je geleerd. Kijk, dit was mijn eerste stomp die ik heb gegeven virtueel. Alsjeblieft, en dit smeek ik je, haal mijn naam nooit meer door je mond of er komt een linker aan. En geloof me, ik sta bekend om mijn linker.